die in het kader van de Elfwezentocht ons dorp Riet bezoeken. Centraal Waardhoeken. Waardhoeken, een prachtige gemeente met 1 stad en 40 dorpen. En hele hoge ambities op het gebied van milieu en duurzaamheid. Nou, we zijn 2 jaar geleden gestart hè, met de verbouw van de woningburgemeester en de oude school. En al in eerste instantie hebben we gezegd respect voor de oude gebouwen. En het respect levert natuurlijk al heel veel winst op voor het milieu. Want je hoeft het niet weg te brengen naar Omrin bijvoorbeeld. Dat hebben we zo min mogelijk gedaan. We hebben ook de materialen die we vrijkwamen bij de school proberen te hergebruiken. Dus het podium is weer helemaal opgebouwd uit het oude hout wat vrijkwam. Dakpannen zijn weer hergebruikt. De grond van de boeren hebben we hier in weten te zetten. Niet altijd op vreugde van de commissie van de Koninkhouden, de aardappels die komen omhoog. Maar goed, dat, veel puin wat vrijgekomen is, is ook weer hergebruikt bij een boer uit de omgeving om de fundering te bewerkstelligen. Wat dus inhoudt dat je geen transportkosten hebt van puin. Dus zo zijn wij wel redelijk circulair bezig geweest. Hartstikke prima. Onderweg is Rutte Pier, bier. En Rutte Pier, dat heeft wat een dubieuze naam met de Hollanders. Ja. Hij had er wel eens wat meningsverschillen over en dan liep het wel eens uit op slaanderij. Maar inmiddels is het helemaal goed gekomen, dankzij Noord-Holland en Friesland. Want Rutte Pier bier heeft een bier op de markt gebracht, Friese Boes. En dat is bier gemaakt van regenwater. En dat betekent dus, normaal gesproken zijn wij ontzettend blij in Friesland dat het mooi weer is. Maar in de toekomst kunnen wij ook juichen als het hard regent. Want Rutte Pier bier, de Friese boezem, is gemaakt van regenwater. Het is een combinatie-uitvinding van Amsterdammers, Noord-Holland en Leeuwarden, dus Friesland. De Amsterdammers hebben het proces bedacht om dat regenwater op te vangen. En de Friesen hebben daar bier van mee te maken. Dat bier is sinds een maand op de markt. Het is al aangeboden in Den Haag. Aan de ministers, het is aangeboden in het Europees Parlement. En vandaag is het eerste dorp waar we Rutte Pier Friese Boes kunnen aanbieden. En jij en ik gaan hem als eerste proeven. Lachen wij na 3 minuten nog, dan kunnen we het bier, Rutte Pier bier vrijgeven. En dan hebben we voor iedereen een biertje. Is onderweg, maar nu is jij met het verhaal. Nu... Want is, deze bak is gevuld met bloembollen die normaal gesproken vernietigd zouden worden. En die krijgen gewoon een tweede leven, dus circulariteit op en top. Want als je ergens op bezoek gaat, neem je ook iets mee. Dacht ik, neem ik een bloemetje mee, maar dan wel in de vorm van deze liefde. Super, dus mooi. Zal ik het... Nou, je bent alweer in de... Ja, ik sta er helemaal klaar. Ja. Ja. Jij mag hem Want als bestuurder moet je ook vaak proberen iets in het algemeen belang voor elkaar te krijgen, terwijl je ook heel veel tegenwind krijgt. Maar uiteindelijk ga je wel vooruit. Dus, en we hebben er ook een filmpje van. Ik denk niet waarom ik op zit. Maar zo ging het vanmorgen. Ik moet zeggen, deze ziet er iets gestroomlijnder uit dan die waar ik vanmorgen in zat. Voor de lineaire economie die we willen ombuigen naar een circulaire. Een circulaire omdat de winning van veel grondstoffen natuurlijk eindig is en hergebruik daarom wel zo verstandig of noodzakelijk is. Allereerst hebben we laten onderzoeken in Noord-Holland, want daar zou ik iets over vertellen wat dat voor ons inhoudt. En er zijn tientallen definities, maar wij zochten vooral de praktijk. En op basis van onderzoek hebben we keuzes gemaakt over waar de meerwaarde voor de provincie ligt. En dat heeft zich in 2017 vertaald in een visie en een actieplan. Met zogenaamde creatiesporen. En zo genoemd vanuit de overtuiging dat circulaire economie in ontwikkeling is. Dat het een spoor is dat zich werkelijk creëert. En dat het niet iets is waarvan je zegt, daar moeten we komen. En dat gaat ook op deze manier. En we laten daarbij ook het initiatief natuurlijk heel erg aan het bedrijfsleven. En de rol van de provincie daarbij is, vinden wij, stimuleren, faciliteren en uitdagen. Innocent een idee. Ja. Kijk, dit hebben ze in een week ingebouwd. Oké. Okay. Dit is hele waterstof gebeuren. Dat zit boven op de elektrische motor. Ja. Ja. En achter ligt die accupartij. Oh, die ligt 100 kilo ligt er naar achter in je wielen. Nou, en dan is dit... Ja, een stuk elektro hier. Ja. En dan ligt je waterstof nog een beetje boven. Die 300, ongeveer 300 kilometer rijdt en de Tesla die pakt nog een keer 700, die rijdt 1000 kilometer, 900 à 1000 kilometer op met zo'n auto. Met die combinatie van waterstof en elektriciteit. Ja. Dat is heel bijzonder eigenlijk. En dat komt uit Groningen. Ja.
Dat hebben ze in Groningen ontwikkeld of zo? Of ja, die hebben ze in Groningen ontwikkeld met de NHL, leerlingen van NHL. Zo'n prachtig project. Jij hebt dat gemaakt? Met elkaar. Met elkaar, met een hele groep? Ja, oh, op school. En wat zijn dit eigenlijk? Dit zijn kunstwerken van afvalmateriaal. Ja, en dit zijn allemaal dopjes of zo? Ja. Allemaal verschillende kleuren en daar heb je een hele mooie vlinder van gemaakt. Ja. Nou, geweldig. En dat zijn ook allemaal dingetjes, hè? Ja. Nou, zijn jullie goed bezig. Welke school is dat? OBS de OBS de? Oorzet. Oké, goed zo. Goed bezig. Uithoek is heel ambitieus. Ja. Om op duurzaamheid en milieu het nodige te bereiken. Deze actie is een actie die in mijn teken heel wat mooi doet om de tinkwijze te verhoren. Om te zorgen dat mensen anders denken en denken, hey frek, het kan toch wel anders. Ja. Dat willen we maar bereiken. Waardhoeken doet er om mooi terug bijvoorbeeld de vrachtauto's blauwe diesel te tanken. Mm-hmm. Dat moet eerst even landen bij de ambtenaar en denken, kan dat wel in zo'n motor? Ja, dat kan. Ja. Dus dat doen we nou ook. Wij hebben fietsen rondom in de gemeente klaarstaan voor diegenen die denken, ik ga altijd maar auto naar het werk. Mm-hmm. Hey, wat gek, waarom pak ik net zo'n elektrische fiets? Dan is die afstand ik best te doen. Ja. Nog beter is, gewoon je eigen fiets, dat kost helemaal niks. Daar heb je een stempelkaartactie van maken. Dus gewoon mensen helpen om correct even naar onze tank. En ik bijvoorbeeld heel iets carpoolen. Gek, we komen in hetzelfde dorp, ken ik wel Malco rijden erheen. En dat scheelt weer een auto op de dik. Al dat soort litse dingetjes doen we mooi. En nou, ik denk dat we dat wel heel goed doen op dit moment. Ja, want ik ben wel eens bij de afvalverwerking geweest. Ja. En dan zie je ook dat er heel veel dingen worden gescheiden. Hè? Ja. Ja, dat is een heel belangrijk onderdeeltje. Wij broeken daar omren voor. Hè? Omren die scheidbus en zijn nascheiding. Ja. Alles wat wij inleveren op een smargestwaard, dat wordt verscheiden en zo vol mogelijk herbroekt. Ja. En er is altijd nog een restclubje wat in de rek in Haas bedarret. Ja. Dat willen we zo liefst mogelijk. Hè? Ja. Dus ik daar, wat ik niet nog bijvoorbeeld Joertje, heel liefst denk je, maar wel heel leuk. In Noord-Holland hebben ze nou broeken ze, uit Geers maatjes ze. Wegensoort. Ik denk, maar we hebben er nooit denken. Misschien kunnen wij dat ik. Nou, en zo is het zin dat als je mekaar helpen en nooit denken, stap voor stap, we weer minder restproducten hebben. Want daar gaat het dus eigenlijk om. Ja, je geeft het aan elkaar door, hè? Dat is het natuurlijk. Nou ja, en je maakt van mekaar jaren en je maakt mekaar op ideeën brengen. Ja. En deze tocht is daar een onderdeel van. Ja. Dan denk ik, wat fantastisch, dat nou verschillende provincies die het misschien wel keer werken, maar misschien nog niet eens genoeg, nou gewoon bij elkaar op het hiem staan en denken, hey frek, wat doet zij dat leuk? Dat ken wij ik. Ja. Kent u een goed voorbeeld van een bedrijf wat goed bezig is in de gemeente Waardhoeken? Ja, dat vind ik lastig om te zeggen, maar ik denk dat er een heel soort bedrijven hier wel goed aan de gang binnen met de manier. Maar goed, ja, ik kom tenminste zelf nog bij bedrijven om daar een van u te pikken en om te wezen. En dat zou ik misschien orden met mij te kwaad doen. Dus dat geeft me op dit moment de hut. Oké. Dat doen we de volgende keer. Ja, heel graag, want ik weet zeker. Ja. Nou ja, ik ken wel wat nemen. Dat ligt er dan toch in het hoedemakje. In Frentje, die ken ik dan. Ja. Ik weet dat die heel goed aan de gang zijn met de circulaire economie. Die maak ik producten uit Geers bijvoorbeeld in het Wurg. Die ben ik dwaand om energie neutraal te worden. Ja. Maar mooi dat ik dat zei, doch ik voortlorend te kwaad. Want er ben grif in uw gemeente een heel soort bedrijven. Ja, die dat ik doch. Ja, en dat is ook wel iets wat jullie stimuleren als gemeente? Nou ja, ik wil niks leveren. Wat ik heel graag wil, wij moeten natuurlijk een plan duurzaamheid maken. Dat kan alleen nog als we dat toch mooi zien wenders. Wij hebben in onze coalitie kosten kennis en kundebroeken van de inwender. Nou ja, dat zullen we zo vol mogelijk doen, maar er is even tijd voor nodig. Soms zou je nog wel hudder willen, maar we willen iedereen erbij beloeken. Dat willen we. Ja. Dat is heel verstandig, Dijkstra. Ja, goeie plan willen we hebben. Dank je. Oké, graag gedaan. We'll be right back.